Goedemorgen. Ik wil me even voorstellen. Mijn naam is Piet Dekker, ik ben reisleider bij Actie. En momenteel is het zo dat wij de reizenhoogtepunten van Turkije aan u een presentatie willen geven. Wij gaan die reis volgend jaar ook begeleiden. En van tevoren wil ik u nog even een paar dingen vertellen. Alle livestreams worden achteraf op het YouTube-kanaal van Actie geplaatst om u eventueel dat u ze terug kunt kijken. Als u de presentatie via mobiel bekijkt, houd dan het scherm het beste recht op. U voorkomt daardoor dat de chat van YouTube over de presentatie loopt. U ziet de prijs en de richting waar we heen gaan. Het aantal excursies, de maaltijden en dat de huisdieren niet zijn toegestaan op deze reis. Ik laat u nu even zien de route zoals die gepland staat. Zoals u kunt zien beginnen we in Kroatië, in Zagreb. Gaan we door Balkanlanden naar Istanbul via een tussenstop in Griekenland. We doen dan een rondje eigenlijk in Midden- en West-Turkije. Zoals u ziet, we doen Istanbul, Ankara, het mooie Cappadocië, de zuidkust. En via Izmir de kant, de west, gaan we weer terug richting Griekenland. En stoppen dan uiteindelijk aan de kust bij Ulcini. Dag 1 is de aankomst in Zagreb. Zagreb in Kroatië, dat ligt plus minus 1300 kilometer vanaf Utrecht. Dat is de dag waarop we samenkomen op dag 1. En we hebben daar dan ook ons welkomstdiner. Dag 2, dat is de reisdag naar Barajevo. Dat is plus minus 435 kilometer en het ligt bij Belgrado. Het is een heel leuk campingetje, maar waar je ook, omdat het ook een reisdag is, echt een heel verrassend lekker etentje kunt organiseren daar. Het is echt een hele fijne, prettige, leuke camping om te staan. We blijven daar één dagje, omdat we eigenlijk in onze aanreis naar Turkije zijn. Hebben we niet te veel oponthoud op de route daar naartoe. Dag 3 reizen we naar Franje. Ook we blijven nog steeds in Servië. En vanaf Franje gaan we een stukje Macedonië in, een klein stukje, en we rijden dan naar Bulgarije. En we gaan dan naar Melnik. Melnik is nieuw in de reis. En Melnik, daar doen we een tussenstop. We maken daar een extra dag. We bezoeken daar een heel mooi wijngoed. Dat pas enkele jaren, een jaar of 4, 5 geleden, helemaal nieuw gebouwd is. En we blijven daar ook een dag staan om op Melnik om dat wijndomein te bezoeken. Het is een prachtige plek waar we staan. We staan echt op de parkeerplaats bij het wijngoed. Wat wel als consequentie heeft dat we waarschijnlijk geen extra voorzieningen hebben zoals stroom en dat soort faciliteiten die normaal op een camping gebruikelijk zijn. Er wordt nog naar gekeken door de organisatie of ze het voor ons kunnen organiseren. Maar we moeten in ieder geval rekening mee houden dat het mogelijk is dat dat daar niet kan. Zodat u op eigen voorzieningen daar zou moeten kunnen overnachten. Dus gas en dat soort koelkast op gas. En geen stroom van de paal, zeg maar. Van daaruit gaan we Griekenland in. We pakken Alexandropoulos als tussenstop, waar we ook een dag blijven staan. Alexandropoulos is een hele mooie stad, met een mooi boulevard, echt de moeite waard om daar een dagje te verblijven. En hopelijk hebben we ook mooi weer, want dat is wel gebruikelijk in dat gebied. Dus we kunnen ook daar een prachtige stranddag van maken als dat zo uitkomt. Ja, dan komen we aan Turkije toe. We reizen dan naar Selim Pasa,
Dat is een voorstad, eigenlijk net buiten Istanbul. Istanbul is eigenlijk onze eerste plaats in Turkije die we bezoeken. En Selim Pasa ligt ongeveer 70 kilometer buiten Istanbul. Maar je hebt daar al vrij snel het idee dat je al in Istanbul bent. Want Istanbul is natuurlijk een enorme metropool van 15, 16, 17 miljoen inwoners. Ze weten het niet precies, maar het is eigenlijk net zo groot als Nederland. Hier ziet u al enkele plaatjes van Istanbul, ik zal u dat laten zien. Het is een prachtige, prachtige stad Istanbul. We verblijven daar in totaal 4 dagen, waarvan 2 excursiedagen en 2 rustdagen. Die heb je ook echt wel nodig, want de excursies zijn behoorlijk intensief. We zijn hele dagen weg. En soms zelfs met een avondprogramma erbij, de tweede dag. Dus dan wordt het een latertje, dan hebben we die dag daarna wel weer echt behoefte aan een rustdag. Wat doen we in Istanbul op de excursiedagen? Ja, alle belangrijke bezienswaardigheden in Istanbul, die gaan we bekijken. Rond dat hippodroom, in het centrum van Istanbul, bij de Blauwe Moskee, Hagia Sophia, Topkapi Paleis. Ja, u kunt zo gek niet noemen. Alles wat je kunt verwachten in Istanbul, dat gaan we bekijken. De bazaar, de Egyptische bazaar, de grote bazaar. En we doen zelfs ook een boottochtje. En we gaan naar Dolmabahçe Paleis. En ook het nieuwe gedeelte van Turkije, zeg maar het moderne gedeelte. Met het Taksimplein en het İstiklal Caddesi. Dat zijn mooie plaatsen om te bezoeken en echt dingen die ook nog wel eens op tv. Tot slot hebben we een prachtig diner. We hebben een prachtig diner in Istanbul. En we hebben ook nog een bustour. Die hebben we wat later gepland op de avond. Want het is natuurlijk ook prachtig als de lampjes aangaan in Istanbul. En als we daar alles bij verlichting kunnen bekijken. U ziet hier een plaatje van de Blauwe Moskee. Prachtige plaatjes in Istanbul. Dit is de Hagia Sophia van binnen. Die is sinds kort weer een moskee geworden. Het was altijd een museum. Ik weet niet hoe dat het nu geregeld is, maar alle museums en alle moskeeën kunnen wij bezoeken. Dus we gaan er gewoon vanuit dat we ook dat gewoon normaal kunnen bezoeken. Alleen zullen er wel wat plaatjes zoals afbeeldingen en dingen verwijderd zijn of afgedekt zijn. Want dat mag in een moskee, willen ze dat niet zien. Dit is bijvoorbeeld zo'n afbeelding in de Hagia Sophia. Dat het is vroeger een kathedraal en een christelijke kerk geweest. En de grote bazaar. De ingang van de grote bazaar. Goed, we gaan verder op onze reis. De tussenstop die we daarna doen is Bursa. Bursa is ook 235 kilometer, dus een redelijke afstand. En 235 kilometer over Turkse wegen die echt prima in orde zijn. U hebt daar helemaal geen last van slechte wegen in Turkije. De reis ernaartoe hebben we ook zo gepland dat dat allemaal over prima goede wegen gaat. Dus u hoeft zich daar verder geen zorgen over te maken. Ook in Bursa maken we ook gebruik van een lokale gids die daar ons weer rondleidt door de oude hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, Bursa. We doen daar ook een prachtige excursie. We bezoeken de grote groene moskee. En het is... Kijken. We hebben ook nog tijd voor een kleurrijke zijdemarkt om die daar te bekijken. Dag 15 zijn we aangekomen, dan reizen we naar Ankara. En we zitten daar eigenlijk in Golbashi, dat is een kleine voorstad van Ankara. U ziet nog een plaatje van de grote bazaar. En Istanbul.
We reizen vervolgens naar Ankara. Kobasi is de plaats. We staan bij een mooi hotel. Die hebben een prachtige camping achter hun hotel gemaakt waar we staan. Dat is daar allemaal prima geregeld. De busexcursie naar Ankara, die hebben we dan. We zien dan het mausoleum van Atatürk, de grote Atatürk. Daar gaan we naartoe en we bezoeken het archeologische museum, die ons heel veel laten zien over het Hethite collectie. Zeg maar een volk wat 1500 jaar voor de jaartelling in Centraal Cappadocië leefde. En we gaan daar ook naar de plaats toe waar hun oude stad was. Dag 18 ziet u dat we reizen naar Bogaskale. Bogaskale is de oude, daar is de oude Hethite hoofdstad gemaakt. En we maken daar een rustdag, we maken daar een bezoekdag. En u kunt daar op eigen gelegenheid heel eenvoudig die oude Hethite stad bezoeken, omdat we daar ook vlak naast op de camping staan. Vanaf de camping kunt u het ook al heel mooi overzien. Die staat wat hoger gelegen. En we kunnen van daaraf ook helemaal die oude ruïnes allemaal bekijken. Maar het is ook heel makkelijk om daar gewoon even naartoe te gaan. Het is nog geen kilometer afstand. Goed, als we daar geweest zijn, reizen we door naar Cappadocië. We staan dan in Ortahisar, dat is vlakbij Urgop. En we staan daar aan de rand van het Göreme-dal. Hier ziet u daar een plaatje van. Dit is echt een prachtige plaats. Het landschap van Cappadocië is zeer bijzonder. We hebben daar een prachtig uitzicht vanaf de camping over het Göreme-dal, waar we al dat typische Cappadocië landschap zien. Dit is zo'n beetje ook het uitzicht wat u daar kunt verwachten. We verblijven daar een aantal dagen. We hebben daar bijvoorbeeld een excursie naar een onderaardse stad. U moet weten dat in het land van Cappadocië vroeger veel christenen woonden en die werden onderdrukt door de Ottomanen en moesten soms vluchten. Hele dorpen vluchten dan onderaards. Daar zijn complete steden onder de grond gebouwd. Eén zo'n stad gaan we bezoeken. We gaan daar ook de grotten in. En het is gewoon een geweldige ervaring om te zien hoe dat die mensen daar toen op deze manier geleefd hebben. Wat daar ook een prachtige gelegenheid voor is, wat u ziet op het plaatje, is dat u daar een ballonvaart kunt maken. Vanaf de camping kan dat georganiseerd worden. En het is echt een prachtige reis. Het is echt heel erg de moeite waard. Als u ooit al van plan bent geweest om eens een keer een reis met een luchtballon te doen, dan is dit nu een uitgesproken gelegenheid ervoor. Het is een prachtig landschap en het is een prachtige manier om daar de omgeving, het landschap, het te bekijken. Het is echt onvoorstelbaar. Goed, we gaan verder. Dag 25 reizen we naar Sultanahmi. Dat is eigenlijk een tussenstop op de reis naar het zuiden, naar de zuidkust. Omdat die afstand nogal een beetje groot is, hebben we daar een tussenstop in gemaakt. En daar, dat is in Sultanahmi. Sultanahmi maken we alleen maar een overnachting om de reisdag kleiner te maken. Maar daar is ook nog een zeer prachtige oude caravanserai gevestigd. Die kunt u op eigen gelegenheid makkelijk, lopend, te voet, met fietsje of wat u dan ook bezoeken. Een caravanserai is eigenlijk, ja, je kunt het eigenlijk het beste vergelijken met de rustplaatsen die we nu langs de autobaan hebben. Vroeger was het zo dat die karavanen, die trokken door het landschap heen en die hadden dan zo'n reisafstand van ongeveer 30 kilometer dat ze af konden leggen per dag. En vervolgens moesten ze dan overnachten. Dat werd gedaan in een caravanserai. Dat was eigenlijk een klein dorp. Alles kon daar naar binnen om beveiligd te worden. De beesten, de karren, de goederen die vervoerd werden. Zo'n caravanserai kunt u daar bekijken. Vanaf Sultanahmi reizen we naar de Middellandse Zee, naar Kizilut Manavgat. Dat is vlakbij Antalya.
Die reisafstand is 325 kilometer. U ziet nog even wat plaatjes van de landschappen in Cappadocië. Ik merk dat ik daar wat beter op moet letten. Dit zijn de schapen van Ankara, het Angora schaap, het Angora, Ankara, Angora. Zo is de naam ontstaan. En we zitten aan de zuidkust, langs de Middellandse Zee. Kizulot en Manafgat. We verblijven daar enkele dagen om bijvoorbeeld Antalya te bezoeken. Maar we maken daar ook een excursie naar Aspendos, het oude Perzië. En het is een zeer aantrekkelijke omgeving. En ook Antalya is eigenlijk een verrassende stad om te bezoeken. Ook inmiddels een meer dan een miljoenen stad. We hebben dus een aantal miljoenen steden, meerdere in onze reis zitten. Dat komt omdat Turkije zo'n enorm land is. Via de zuidkust gaan we naar Pamukkale. Pamukkale of Pamukkale, daar waar de kalkse terrassen zijn. Ook deze zijn prachtig om te zien. Dit is nog een plaatje van Antalya aan de zuidkust. En hier komen ze. Het mooiste, we staan ook eigenlijk tegenover deze kalkterrassen. Die zijn heel mooi om te zien. U kunt daar gewoon de weg oversteken van de camping en dan loop je zo naar boven. Dat is geen probleem. U mag geen schoenen aan en zo, maar goed, dat zien we tijdens de reis wel. Het is heel mooi om ze van bovenaf te bekijken. Kunt u slecht lopen, dan is het ook mogelijk om met de auto via een omweggetje naar boven te rijden. En dan dat hele van bovenaf te bekijken. En dan kijkt u zo het mooiste in die waterpannen die er zijn. Van onderaf is het niet zo mooi, maar van bovenaf is het echt het mooiste om te zien. Pamukkale. Na Pamukkale gaan we naar Selçuk. Dan zitten we al eigenlijk weer aan de kust. Wat we daar doen is we zoeken de stad Efeze. De oude Romeinse stad Efeze, waar u nu hier een plaatje van ziet. Het is de best bewaarde stad, antieke stad. Het is, en wat we daar ook nog doen is het Mariahuisje bezoeken. We gaan hele verhalen dat Maria ooit in de buurt van Efeze heeft gewoond. Een Duitse non heeft een verschijning gehad waarin ze zag dat die Duitse non daar, dat die Maria daar in een huisje woonde. En dat zijn ze later uit gaan zoeken en ze zijn achtergekomen dat huisje in Efeze, vlakbij Efeze, staat. Of het allemaal waar is, dat weten we niet. Maar we gaan wel even kijken en het is ook echt, dan druk ik op het verkeerde knopje. Het is ook echt een leuke verhaal, een leuke plaats om te bezoeken. Zeker met het verhaal wat eraan hangt. Goed. We gaan dag 36. Zitten we inmiddels al, gaan we naar Bergama, de oude Pergamon, het oude papier, ze zeggen het papier daar uitgevonden te hebben. Dat zou best wel eens kunnen zijn. We hebben daar een dag, we blijven daar gewoon een dag staan, om te kijken of dat u zelf die plaats kunt bezoeken. We staan daar vlakbij, heel dicht tegen de stad aan. En het is prima mogelijk om daar de zaak te bezoeken. We zien nog even een mooi plaatje van de oude bibliotheek in Efeze. Maar we zijn inmiddels alweer bij het begin aangeland van de dia's. Maar we zijn nog niet klaar met onze reis. We gaan er gewoon verder. Pergamon. U kunt daar dus Pergamon een aantal oude oudheden bezoeken. Op eigen gelegenheid. De volgende dag gaan we naar Buraimiye, ook weer een prachtige kustplaats. Eigenlijk verblijven we daar gewoon, dit is maar een hele korte reis, 95 kilometer, maar we gaan er gewoon even naartoe om een dagje 's morgens rijden en een lekker middagje lekker in de zon aan het strand te liggen. Om weer een beetje bij te komen van alle escapades op onze Turkije-reis. Vervolgens gaan we het
eiland Gallipoli op. We gaan richting Eciabat. En onderweg kunt u de oude stad Troje bezoeken. U krijgt daar van mij tijdens de reis een beschrijving voor hoe u dat beste kunt komen. Het ligt aan de route. Dus het is prima om daar even een uitstapje naar te maken. En ook het paard van Troje te bezichtigen, want daar staat daar natuurlijk een prachtige replica van. In Eciabat blijven we ook een dag staan. Want Eciabat, dat ligt op Gallipoli. En de slag om Gallipoli is eigenlijk bekend van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Onze vriend Atatürk, die heet eigenlijk Mustafa Kemal en is geboren eigenlijk in Griekenland, wat toen ook deel uitmaakte van Turkije. En die heeft daar, zeg maar, met zijn legeronderdeel, hij was generaal in het Turkse leger, en hij heeft daar de slag tegen de geallieerden gewonnen. Daaraan is hij zo populair van geworden dat ze hem later president hebben gekozen. Goed, dan hebben we eigenlijk Turkije gehad. En gaan we terug via Griekenland. We gaan weer naar Alexandropolis. Dat ligt nou eenmaal centraal op onze route. We gaan weer terug naar Alexandropolis. Om een tussenstop, een overnachting te maken. En we gaan dan via Nea Modania. Prachtige Griekse kustplaats. Richting terug. En we maken dan een tussen. Dit is even nieuw, dus ik ben eventjes van de wijs afgebracht. De busexcursie. We gaan dan via Nea Modania en daar blijven we ook in stad en maken we maken daar een uitstap naar Thessaloniki. Thessaloniki, een van de levendigste moderne steden van Griekenland. Dat is een hele leuke plaats met mooie boulevards, leuke terrasjes. En daar gaan we dan ook. We zijn natuurlijk aan het einde van onze reis, dat is aan een rustmomentje toe. En dat pakken we daar tijdens die excursie. Dat is een mooi rustmomentje. Goed, we naderen echt het eind. We gaan via Noord-Macedonië, Struga. Daar blijven we ook een stap aan het meer van Ohrid blijven we staan. We gaan dus wat rustiger terugreizen, meer van Ohrid. En we gaan dan uiteindelijk via Albanië, rijden we terug naar Montenegro bij de plaats Ulcinje. Moeilijk uit te spreken voor mij, maar ik zal het toch proberen. En we gaan daar dan waar onze reis eigenlijk dan eindigt. Ulcinje is de laatste plaats. Het is een prachtige camping met een schitterend zandstrand. En we hebben daar 's avonds ons afscheidsdiner. De volgende dag is eigenlijk dan de vertrekdag waarop u weer naar huis kunt rijden. De terugreis in zijn totaliteit van daaraf is ongeveer 2000 kilometer. Waar u rekening mee moet houden is tijdens de reis dat niet de campings allemaal niet de nodige luxe hebben zoals wij die gewend zijn. Er zijn allemaal prima campings, maar hier en daar, het kan voorkomen dat het hier en daar wat minder is. En zorg u ook vooral voor dat u altijd onder alle omstandigheden zelfvoorzienend bent. Dat is belangrijk, want ook al hebben ze allerlei faciliteiten op de campings, het kan best voorkomen dat we een keer een uitstapje moeten maken naar een andere camping, omdat er iets mee is met de camping, of dat de voorzieningen niet werken, dat er geen stroom is. Dat kan allemaal gebeuren. Vandaar dat het handig is als u altijd ervoor zorgt dat u zelfvoorzienend bent. Neem dus voldoende gas mee om de koelkast op gas te laten functioneren. Dat zijn wel wat handige tips die u eigenlijk wel te raden moet nemen. Voor de rest, de wegen die we uitgekozen hebben op de heen- en de terugreis zijn prima. In Turkije zijn de wegen ook prima. Er is voor de rest helemaal geen enkel probleem. Goed, dan ben ik aan het einde van mijn verhaal. Even kijken, we gaan nog een plaatje doorklikken. U ziet de vertrekdatum, is maandag 3 mei. En de reis is al gegarandeerd vertrek, dus hij gaat vertrekken. Er zijn voldoende boekingen al. Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar. Dus
ja, het gaat best hard, zou ik zeggen. Hebt u echt interesse om met de reis mee te gaan, dan zou ik zeggen, laat het niet te veel gras overgroeien, want dan heb je kans dat u achter het net vist. Goed. Wat mij betreft kunnen we aan de vragen beginnen. Kan dat? Even eentje te verder. Oké. Wat is de kwaliteit van de campings tijdens de reis? Dat is de vraag. Wat is de kwaliteit van de campings tijdens de reis? Ik heb dat al in mijn verhaaltje klein meegenomen. Ik zeg, de campings in de reis zijn allemaal goed. Alleen als u verwacht een camping te krijgen van de kwaliteit van een dure Duitse camping of aan de Kroatische kust, dan moet ik u teleurstellen. Dat is niet zo. De campings zijn allemaal qua locatie, qua terrein, qua grootte, zijn die prima. De faciliteiten kunnen soms wat achterblijven. Ik bedoel, het toilet en zo, dat is allemaal, het is allemaal wel in orde. Maar soms dan denk ik van, ja, waarom maak je dat nou niet even netjes? Ziet het er wat uit? Waarvan wij denken van, die tegeltjes, dat had ook wel anders gekund. Maar het functioneert allemaal prima. Er zijn zelfs ook hele moderne campings bij. Maar het kan voorkomen dat er eentje tussen zit die wat minder is. Vandaar wij ook aanraden, neem uw eigen voorzieningen mee. Zorg dat u zelf voorzienend bent. Of het kan ook wel eens een keer zijn dat een camping helemaal vervalt. Of dat er iets kapot is of wat dan ook. Dus zorg ervoor dat u zelf voorzienend bent. Neem gas, neem toilet. Zorg dat u een toiletje hebt. Heb u het niet, dan moeten we het anders oplossen. Maar het is wel anders als u dat hebt. Dus de campings zijn goed. Sommige kunnen beter. Maar daar hoeven ze geen zorgen over te maken. De campings zijn goed. Ik ga even zoeken naar de volgende vraag. Hoe groot zijn de groepen die volgend jaar meegaan? De groepsgrootte is vastgesteld op 20 maximaal. Dus de groepen, er zijn maar 20 combinaties. En meestal zitten er 2 personen in een combinatie. Dus de groepsgrootte zou maximaal zeg maar 40 mensen kunnen zijn. 40 personen. Welke temperaturen kunnen we krijgen? Ja, soms kan de temperatuur wel eens behoorlijk oplopen. Het is echter, normaal gesproken is het zo, daarom hebben we de reis ook in deze periode gepland, dat de temperaturen nog wel onder de 30 graden blijven. Dus het is niet extreem heet tussen de 25 en de 30 graden. Maar ja, de afgelopen jaren hebben we wel gemerkt dat we van het weer eigenlijk weinig kunnen zeggen. Soms dan zie je in één keer dat de weren extreem anders zijn als dat we denken dat ze zijn, of dat we het verwachten. Dus daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Maar normaal gesproken ligt de temperatuur in deze periode tussen de 25 en de 30 graden. Nog een vraagje. Met welke temperatuur? Hoe lang zijn de reisdagen ongeveer? Ja, de reisdagen, die zijn, daar kan ik heel moeilijk van zeggen. U kunt kijken aan de hand van de afstanden, hoe ver je moet reizen. En je moet er een beetje van uitgaan dat je tussen de 50 en de 60 kilometer gemiddeld qua afstand kunt halen. Het gaat allemaal niet zo vlot. In Turkije zijn de wegen wel wat beter, dan zou het ook wat sneller kunnen. Maar u weet, u reist natuurlijk alleen, zelf of met iemand anders als u dat wilt. En wij hebben zeg maar 400, als we een reis maximaal 400 kilometer per dag, dat is ongeveer zo'n beetje de grens. Dus die zou je in 5, 6 uur, moet je die kunnen doen. Met een pauzetje erbij. Dat ligt een beetje aan de manier waarop u wilt rijden. U vertrekt op uw eigen tijd. Als je zegt, ik ben 's morgens vroeg weg, dan ga je vroeg weg. Dan ben je ook weer vroeg op de volgende plek. Als je dan een slow starter bent, dan ga je gewoon lekker op je later, op je eigen tijd. En dan kom je lekker later binnen. Dat is eigenlijk helemaal aan u zelf, hoe u dat invult. Maar je kunt er nagaan, 300-400 kilometer per dag, heb je wel 6 uur. Heb je daar ongeveer wel nodig met de caravan. Dus dat is ongeveer de reistijd. Dat was het. Dat was het? Ja. Goed, dan zijn we door de vragen heen. Dit was de laatste vraag, deze.
Dus ik bedank u voor het meekijken. Heeft u nog vragen? Nou, dan kunt u altijd even terecht via de chat op www.actiereizen.nl. Of u kunt natuurlijk ook altijd nog even een telefoontje plegen naar het actiekantoor 0488-42-0810. Wilt u de livestream nogmaals bekijken? Dan kan dat. Alle opnames worden op het YouTube-kanaal van Actie geplaatst, zodat u die nog een keer opnieuw kunt bekijken. Ik dank u voor uw aandacht.